Nou Floris, welkom in mijn buitenkeuken. Wat ik je al zei, ik ga op de Joystove iets maken waar ik momenteel helemaal vol van ben. Een hamburger. Ik ga mijn Julius Bar Grill hamburger voor je maken. Die begint met een onderop en bovenop een stukje gegrild witbrood. Niks meer, niks minder. Een prachtige Black Angus hamburger ertussen. Hoe lekker. Uit Black Angus, uit Ierland. Er zit een beetje bacon bij, wat cheddar. En ik heb gemaakt hele mooie, snelle zoetzuur van ui. Dus ik denk dat we gaan beginnen met de burger. Het vuur brandt. Dus daar moeten we even bij blijven en goed in de gaten houden. Kijk, daar gaat hij. Nou, je ziet dat hij lekker gaat. Het is een mooi vuur. Even een beetje los maken. En dan... Kijk eens wat hij daar al mooi. We brengen hem mooi naar cuisson, zoals het heet. Dus ik wil hem niet verbrand hebben. Je moet met hamburgers natuurlijk altijd een beetje oppassen met het vet. Hè. Dat valt op het vuur en dat kan gaan branden. Maar ik heb hier een plekje ook zonder vuur eronder. Dus dat komt helemaal goed. Ik vind het een ideaal ding, nu al. Hij brandt goed. Ik heb een paar briketjes erin. Meer heb je niet nodig. Je kunt hem overal gebruiken eigenlijk. Niet alleen maar hier in het schuurtje, maar ook in het bos. En wat ik het leuke vind, je kunt er niet alleen op grillen, maar je kunt er ook op koken. Je kan hem gewoon als een fornuis gebruiken. Ik heb zo'n grote gietijzeren Dutch oven. Nou, die zet je er bovenop en je maakt gewoon een gerecht erin. Dus echt supergoed. Dat doe je met die ringen die eronder... Kijk, dan heb ik die ringen hieronder. Die leg je er dan op. Dan kan je hem groter en kleiner maken. Ideaal. Nou, we willen niet dat hij echt verbrandt. Dus ik laat hem rustig even aan de zijkant. Kijk, daar heb ik geen vuur. Bewust geen kolen gelegd. Nou, laat ik hem hier rustig doorgaren. Ik heb de broodjes nog, zoals beloofd. Nou, daar komt geen vet af, dus die kan ik gewoon rustig roosteren. Nou, en dan piep ik het spek nog even op. Had ik al iets voorgegaard. Mensen praten vaak een beetje badinerend over de hamburger. Hè? Maar ik zal je vertellen, buiten de keuze van goede ingrediënten, waanzinnig vlees van mijn grote vriend Gert-Jan. Mooi spek, biologisch spek. Gewoon vers witbrood, niet te ingewikkeld doen. Het gaat er ook om de precisie waarmee je werkt. Ik kijk echt regelmatig, kijk, die vind ik eigenlijk al iets aan de bruine kant worden. Kan nog net. Je hebt met zo'n grill natuurlijk alleen onderwarmte. Dus goed opletten. Kijk eens wat mooi. Die spekjes beginnen helemaal mooi lekker te knisperen. Wat verdorie. Wat mooi. Kijk, even omdraaien. Rustig aan. We zijn er bijna. Die is klaar. Dan heb ik een plakje cheddar. Die laat ik nog heel even meesmelten. Spek erop. Wow, dit wordt de burger. Der burgers. Ik heb mijn speciale Julius Bar grillsaus in mijn spuitzakje. Ja, dat is de burger. Ik doe nog een beetje saus erop. Een beetje zoetzuur van de ui. Ik hou heel erg van zuur. Dus ik doe er ook nog een plakje augurk bij. Van mijn grote vriend Oos Kesbeke. Ik snijd het bewust wat kleiner, die augurk. Want ik vind het belangrijk dat als je een hap neemt uit een hamburger, dat je niet in één hap de hele vulling eruit trekt. Dus op deze manier. Dopje erop. Welkom bij Julius Bar & Grill
open air met de joystove.